Er komt geen nationaal park langs de Duitse grens, wat de komst van windturbines niet uitsluit. Toch geeft tegenwind de hoop niet op. Gisteren heeft de deelraad Kleve tegen een nationaal park Rijkswald gestemd. De status nationaal park zou betekenen dat er geen windturbines in het bos geplaatst mogen worden, langs de grens met Nederland. Vorige week hebben de gemeenten Bergendal, Gennep en Mokum-Middelaar samen een brief geschreven aan de raad in Kleve, met daarin een oproep om het Rijkswald te nomineren voor een nationaal park. Nu lijkt dit van de baan, maar burgerinitiatief Tegenwind geeft de hoop nog niet op. De uitslag: 26 stemmen voor een nationaal park, 33 tegen en 2 onthoudingen. Dit betekent dat de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zich niet kandidaat stelt om het Rijkswald te nomineren voor een nationaal park. Alleen als het Rijkswald een nationaal park wordt, kan de komst van deze windturbines gestopt worden. En de gemeenten in Nederland willen dat maar al te graag. De Nederlandse natuurgebieden Mokerhei, Jansberg en het Groesbeekse Bos kunnen dan bij dit park worden aangesloten. John Tampoubalon, voorzitter van het burgerinitiatief Tegenwind, laat het volgende weten. Als het aan de politiek ligt, wordt het Rijkswald geen nationaal park. Mijn persoonlijke mening, dat de hebzucht, de kortzichtigheid en het gebrek aan het lef het heeft gewonnen van de politieke verantwoordelijkheid, van het algemeen belang en de maatschappelijke wens om het bos en de regio ecologisch en economisch te laten groeien en bloeien. Voorstanders argumenteren dat een nationaal park het toerisme zou stimuleren en bijdraagt aan natuurbehoud, biodiversiteit en het aanpakken van de klimaatcrisis. Volgens de tegenstanders zou een nationaal park te veel dingen beperken, zoals de drinkwaterproductie of dat hondenbezitters en ruiters het bos zonder beperkingen zouden blijven gebruiken. We beraden ons nog op de precieze vervolgstappen. We gaan ons sowieso melden bij de bestuursniveaus die boven de Krijgsdag zitten. Verder zullen we juridisch advies inwinnen en de krachten, ook aan de Nederlandse zijde, mobiliseren. En uiteraard ondersteunen we actief de handtekeningenactie van Initiative International Park Rijkswald. De uitslag betekent niet gelijk dat het Rijkswald geen nationaal park wordt. Burgers starten een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen. Op die manier kunnen ze de beslissing terugfluiten. Er moeten eerst meer dan 10.000 handtekeningen worden verzameld. Wanneer die er zijn, kan er bij de Krijs een burgerenscheid worden afgedwongen. Dat is een soort referendum. De Krijs is dan wettelijk verplicht deze te organiseren. Alleen de handtekeningen van ingezetenen van Krijs Kleve zijn geldig. Nederlandse handtekeningen tellen helaas niet mee. Nederlandse hulp kunnen we natuurlijk wel gebruiken. Een nieuwe toets waarmee de leerlingen op de basisschool ingeschat worden voor de middelbare school leidt tot zorgen bij scholen die praktijkonderwijs aanbieden. Zij vrezen dat leerlingen een negatieve ervaring opdoen doordat het niveau niet bij hen past. Met als gevolg dat leerlingen teleurgesteld raken en vroegtijdig afhaken. Ja, nou zijn ze goed. Lekker die knoflook erbij. Ja. Top. We hebben op dit moment 50% minder jongeren aangemeld gekregen. Landelijk staan we natuurlijk in contact met elkaar met die scholen. En het blijkt ook dat landelijk er 15% minder jeugd wordt aangemeld bij praktijkonderwijs. Ja. En nu, als je hem nu vastzet, dan zie je dat hij nu wel past, hè? Heb je hartstikke goed gedaan. We zien dat dit eigenlijk komt door de nieuwe manier waarop er omgegaan wordt met de doorstroomtoets. Die kinderen starten op een school voor voortgezet onderwijs, zijn 12 jaar. En volgens mij moet je die school afmaken, dat is het idee. En die leerlingen die redden dat dan niet. Wat we daar het gevolg van is dat in de hogere leerjaren die leerlingen alsnog naar het praktijkonderwijs komen met een faalervaring. Maar het zou zo mooi zijn dat ze starten op de school waar ze echt vanaf leerjaar 1, daar willen we ze hebben. Dus als we nou eens eerst gaan buigen? Ja. Zoals ik het je net heb voorgedaan. En dan op pas op maat knippen. Meneer, we zijn klaar. Toppie, dan mag je dat ook op tafel zetten bij de rest van de tapas. Ik loop hier nu 27 jaar op deze school. Ik heb dit nog nooit meegemaakt hoe het nu gaat. En dat vind ik een zorg. Niet alleen praktijkscholen zien dit probleem. Ook op het voorbereid middelbaar beroepsonderwijs, het VMBO, zien ze dat meer leerlingen een standaard HAVO-advies krijgen. Voor hen levert dat direct al problemen op. Maar als je minder leerlingen als VMBO in huis hebt, dan heb je dus ook minder formatie om uit te delen. Dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat we binnen het VMBO-land afscheid moeten gaan nemen van hele goede collega's, omdat we de formatie niet hebben, omdat we de leerlingen niet hebben. En daar maken we heel veel zorgen over.
En zo dreunt het vooral in het praktijkonderwijs en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, beter bekend als het VMBO, doordat er in de toekomst minder leerlingen klaar worden gestoomd voor een praktisch beroep, terwijl daar juist behoefte aan is. Bij het VMBO, daar wordt op dit moment door de VO-raad worden alle getallen nog nadrukkelijk in beeld gebracht, concreet in beeld gebracht. Maar als ik uit mijn eigen netwerk de scholen, en dat zijn er best wel wat, dan hoor ik van school dat ze 50% minder aanmeldingen hebben. Ik werk zelf ook nog op school, daar hebben we ruim 30% minder aanmeldingen. Demissionair minister van Onderwijs Marielle Pool laat weten dat zij signalen krijgt dat de instroom op praktijkonderwijs en het VMBO dit jaar minder is. Volgens haar komt dit niet door de toets, maar doordat scholen zelf het advies voor een vervolgopleiding naar boven hebben bijgesteld. KNVB en de politie gaan de daders van de vuurwerkincidenten tijdens de bekerfinale van zondag in de Kuip opsporen en straffen met stadionverboden. De wedstrijd moest 2 keer worden stilgelegd vanwege het afsteken van vuurwerk. De verantwoordelijken zullen geïdentificeerd worden aan de hand van beschikbare videobeelden. Dankzij nieuwe technologieën en specialisten is de kans op oppakken van daders aanzienlijk verhoogd. In het afgelopen seizoen hebben 115 personen een landelijk stadionverbod gekregen vanwege vuurwerkincidenten, tegenover 210 het seizoen ervoor. Blijdschap en opluchting bij de aanwezige politici afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering in het Heumense gemeentehuis in Malden. Het bestemmingsplan voor Teerse Sluispolder bleek te kunnen rekenen op de steun van alle raadsfracties. Verantwoordelijke wethouder Wim Wink sprak van een historisch besluit. Hij bedankte de partijen voor het geduld en begrip. De eerste plannen voor het zonnepark, dat moet komen naast het Maisdolhof in Malden, dateren al een aantal jaren geleden. Zonnepanelenbouwer GroenLeven verwacht mogelijk eind dit jaar al met de aanleg te kunnen beginnen. Samen meedenken over de besluiten in jouw gemeente? De gemeente Westmaas en Waal heeft hier wel een hele originele manier voor gevonden. De burgemeester, wethouders en medewerkers toeren namelijk met een bus door de dorpen van Maas en Waal om met de bewoners in gesprek te gaan. De bus staat momenteel in Wamel, een dorp in de gemeente. Hier wordt er met vooraf opgestelde vragen gevraagd aan de inwoners wat zij vinden van de beslissingen van de gemeente Westmaas en Waal. En vandaag is de bus de laatste keer te bezoeken. Eigenlijk is dit gekomen door een initiatief van de raad, de gemeenteraad in Westmaas en Waal. En die vond het heel belangrijk dat de inwoners meer betrokken worden bij besluitvorming en dingen die tot stand komen in onze gemeente. De vragen aan bewoners gaan over allerlei verschillende onderwerpen, zoals verkeer of veiligheid. Nou, die gesprekken gaan eigenlijk over alle dingen die in de samenleving, dus die in West, Maas en Waal, een rol spelen. De uitslagen worden verzameld en gedeeld met de deelnemers. Dit doen zij om een beleid te vormen om in het vervolg inwoners meer te kunnen betrekken. Dus het is meer nog van, niet zo van, ja, maar wij denken dat dit belangrijk is en dit moeten jullie uitvoeren. Maar meedenken, dus zeg maar de hoofden en de inzet van de inwoners gebruiken om dat ook voor elkaar te krijgen. Dit doet de gemeente niet alleen, maar ook met behulp van opiniepeilers. Ja, wij ondervragen mensen, wij houden mensen spontaan aan bij winkels. En als er geen winkel is, dan gaan we de straat op om mensen allerlei vragen te stellen die te maken heeft met onderwerp burgerparticipatie. Hier hebben ze verschillende manieren voor, zoals mensen aanspreken op straat of online. De eerste vraag is heel mooi. Wat voor cijfer geeft u aan het wonen in uw buurt? Dan heb je al meteen een mooi gesprek. En daarna gaat het over samenwerking met de gemeente. Een vraag bijvoorbeeld, als er iets gebeurt in uw straat, hoe wilt u door de gemeente geïnformeerd worden? Dat kan via een brief, dat kan via de mail. Contact met de gemeente, hebben ze ervaring met de gemeente? Dus op die manier ontwikkelt zich altijd heel vaak een heel leuk gesprek. Eind juni kunnen de deelnemers de uitslag verwachten in de mailbox. Krapte op de arbeidsmarkt is een landelijk probleem. In Wijchen organiseren ze daarom nu voor de 6e keer een beroepenmarkt. Tijdens de beroepenmarkt maken werkzoekenden kennis met verschillende bedrijven en vinden ze misschien wel de baan van hun dromen. Werkzoekenden of mensen die een carrière switch overwegen konden vandaag terecht in het Mozaïek in Wijchen. Daar vond vandaag een heuse beroepenmarkt plaats, georganiseerd door Werkbedrijf Nijmegen, Het Werkt Wijchen en de gemeente Wijchen.
Dit allemaal om de Wiegenaren op een laagdrempelige manier te helpen met het zoeken van een baan. Nou, bezoekers zijn hier welkom als ze vragen hebben over werk of als ze ideeën hebben over wisselingen van werk, het zoeken van een andere baan. Gelukkig vinden de meeste mensen gewoon zelf een baan, maar voor een aantal mensen in onze gemeente is het wat lastiger. En daarom proberen we het zo laagdrempelig mogelijk ondernemers bij elkaar te brengen om te kijken wat hebben we in de aanbieding en voor werkzoekenden wat zou ik dan leuk vinden, wat kan ik doen. Uit elke sector is er wel een bedrijf te vinden. Van ICT tot aan de zorg en van beveiliging tot aan de horeca. Voor ieder wat wils. Met extra focus op lokale bedrijven. We hebben de focus gelegd in eerste instantie op bedrijven hier in het Wiegense. Maar we hebben ook geprobeerd een verdeling te maken in branches. Dus echt een beetje van alles wat. Dus zelfs een leidekkersbedrijf die buiten een stand hebben staan. Waar je kunt zien hoe je dak moet leidekken, heet het geloof ik. Vervoersbedrijf Transdev, dat onder andere het busvervoer onder de naam Breng in de regio Nijmegen en Arnhem verzorgt, zoekt collega's. Nou, we komen nu echt wel veel chauffeurs tekort. Vooral in de drukkere periodes komen we veel chauffeurs tekort. Dus dan is de werkdruk ook wat hoger. Ja, en gaan ook heel op met pensioen. Ja. En daar willen we toch ook wel weer nieuwe enthousiaste kandidaten voor terug. De vorige editie van de Wiegense Beroepenmarkt had 300 bezoekers. Een reden om het dit jaar weer te organiseren. We hopen dat dit jaar dat er natuurlijk net zoveel komen of meer. We hopen natuurlijk te overtreffen. Ja. Omdat er toch gemiddeld best wel veel mensen op afkomen. En dan hopen we ook een hele hoop te kunnen werven. Na weer een wisselvallige dag blijft het ook morgen een komen en gaan van zonnige momenten en hier en daar een bui. De middag zal het meest droog verlopen, maar in de ochtend en avond zijn er meer buien. Het wordt daarbij nog steeds niet warmer dan zo'n 10 graden. De vrijdag zal een stuk droger verlopen. Wel blijft er een kans op een enkele bui, maar droge perioden en zonnige momenten zullen de overhand hebben. Zaterdag op Koningsdag gaat het kwik omhoog naar 17 à 18 graden. De kans op een bui blijft aanwezig, maar over het algemeen zal het best een aardige dag worden. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 24 april. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl en die site is inmiddels helemaal vernieuwd. Morgen zijn we weer terug en dan zie je onder meer het bijzondere park dat Nijmegen er deze week bij heeft gekregen. Graag tot dan!